Wij staan nog klaar hoor, met ons fototoestelletje. En daar, ja, daar zijn de spirit dingetjes van alle eilanden. De krachten van alle eilanden komen samen in deze boom blijkbaar. Yo, Nintendo fans! Vandaag gaat het eindelijk gebeuren. De Illumina Spot in the Ruins of Remembrance. Dit is de zesde Illumina Pokémon. En het zou zomaar de laatste kunnen zijn. En wie zal het zijn? We zijn hier in het midden van de ruïnes. Ondergronds. We zien hier een hele mooie kleine boom eigenlijk. De professor die vraagt zich ook af van wat is dit nou eigenlijk joh? En wij staan nog klaar hoor. Met ons fototoestelletje. En daar, ja daar zijn de spirit dingetjes van alle eilanden. De krachten van alle eilanden komen samen in deze boom blijkbaar. Ik zie al een soort van... Ik denk dat ik weet wie het is. Want zag je dat? Dat leek op een gewei. Die takken, die leken op een gewei. Ja! Het is inderdaad wie ik dacht dat het is. Het is Xerneas. Wow. Prachtige Pokémon. Een legendary gewoon, jongen. Kijk hoe vet. Oh, wat cool. Ja, man. Dit is heel vet. Oh. De final Illumina Pokémon en hij is weg in een Illumina bal. Hoe gaan we dit doen? Is de grote vraag. Wat moeten we hier doen? Waar is die? Hij is gewoon keihard verdwenen. Ik zie tot nu toe helemaal nog niks. We moeten hier waarschijnlijk een puzzeltje of een dingetje oplossen. Ik heb gouden Illumina bollen. Kijk daar zie ik wel wat. Daar gebeurde wat. Daar is die gewoon. Hoe gaan we hem uit die bol krijgen, jongens? Moeten we de Illumina Orbs op gooien? Moeten we muziekje afspelen? Moeten we scannen? Moeten we er fluffruitjes op gooien? Wie zal het zeggen? Niet te ver weg, jongen. Niet te ver weg. What would happen if you hit him? Ja, precies. Dat wilde ik ook al. Ik wilde er ook Illumina Orb op gooien. Dat lukt niet. Ik gooi alles mis. Ik ben Scheefland. Welkom in Scheefland. Ja. Ik heb hem één keer geraakt nu. Ja, daar is die! Daar is die, Xerneas! Wow. Oké, dat was het ook alweer. Oh, hij komt terug. Hij staat nu daar. Wel met zijn rug naar me toe. Draai je om, alsjeblieft. Xerneas. Draai je om. Ik wil de voorkant zien. Ja, hij is er gewoon vandoor gegaan, jongen. Wat zou hier op deze muren staan? Ik spreek geen Pokémons. Ik zie het ook wel voor me dat hij gewoon hier boven straks opeens staat. Oh, ik hoor volgens mij de orb weer, of niet? Ja, ik hoor wel wat. Daar beneden in het water. Ik kan hem nu alleen niet raken. Ik kan hem niet raken in het water. Moet ik hem met een fluffroot erop gooien of zo? Hoe haal ik hem uit het water? Ik moet hier iets scannen. Oh, hier is de muurpainting. Hier is ook weer zo'n muurpainting. Ja, joh. En we zien inderdaad Xerneas daar in het midden staan. Daar een Illumina plantje. Ik ben benieuwd of hij daarop zal reageren. Ik zie hem niet meer. Daar. Gooi hem erop. Gooi je Illumina orb. Oh, net mis. Nu is hij erachter. Ja, die was raak. Lekker. Ja, what up, Xerneas? What up? Alles goed? En als ik dan een orb erop gooi, dan gaat hij ook weer weg, hè? Ik zou niet weten waarom ik er dan nog een orb op zou moeten gooien. Misschien gaat hij anders niet met me mee. Oh, deze muziek is ook vet episch, jongen. Oh, supercool. Ik denk dat ik hem toch tevoorschijn zou moeten lokken hier, maar geen idee waar hij is. Oh, wat gebeurt er? Word jij weer een boom nu? Kijk, hier zouden we ook een prachtige foto nu kunnen maken, hè? Potverdorie, waarom mag dat niet? Oké, wat gebeurt er? Alle kracht van alle eilanden die gaat weer om Xerneas heen. Kijk hem kijken, joh. Wordt het nu een mega Xerneas, een ultimate form of zo? Cool gemaakt hoor, al deze filmpjes. Ik vind het echt heel vet om naar te kijken. Wat? Wat ga je doen? Wat gebeurt er? Waarom stuur je die kracht op mij af? Hij knikt ook echt. Het is alsof hij me accepteert of zo. Wow, wat doe je? Wat gebeurt er? Hij wordt weer een boom. Xerneas kan gewoon in een boom veranderen. Oké, we moeten het hier even over gaan hebben met de professor als we terugkomen. Ik heb gelukkig wel wat mooie fotootjes kunnen maken. Waarom tellen deze allemaal niet? Deze tellen allemaal niet. Waarom niet? Deze wel. Had ik hier dan geen Illumina Orb op hem gegooid of zo? Hé, wat gaar. Nou, dan doen we deze maar. Gelukkig heb ik in ieder geval wel een foto waar die op staat.
Professor, waarom kan je nou die andere gewoon niet even goedkeuren, man? Het is wel een diamond foto. Oké, van de achterkant, maar het maakt niet uit. En een mooi fotootje van de Ancient Ruins. De volledige print. Dan gaat het research level denk ik sowieso wel naar level 2. Ja, nice. En de professor wil met mij discussiëren. En hij zegt... Ja, we hadden het goed. Er was inderdaad nog een andere Illumina Pokémon. In plaats van die 5 was er inderdaad ook een 6e. Maar nu is er nog één vraag. Zijn de dingen echt zo gebeurd als dat die mural, die schildering op de muur, zijn de dingen echt zo gebeurd als dat daar voorspeld staat? Rita die zegt, misschien heeft Xerneas wel de anderen geroepen om hulp, zodat ze een barrière konden maken om de meteoriet te stoppen. En de professor vraagt, ja, een barrière die genoeg is om de hele Lentil region te coveren? Ah, hij denkt van niet. En Phil denkt van wel. De professor die zegt, ja, maar die meteoriet kwam 2000 jaar geleden. Waarom is Xerneas niet al lang daarvoor wakker geworden? En Rita die zegt, ja, waarschijnlijk waren zijn krachten gewoon al op. Hij is nog steeds moe nadat hij 2000 jaar heeft geslapen. En Todd vraagt dan weer, wanneer denk je dat die muurschildering eigenlijk gemaakt is, professor? En wie heeft dat ding gemaakt? De professor zegt, nou, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Nee, maar waarom kan Rick, waarom kunnen wij de Illumina Pokémon ontmoeten? Wat gebeurt er? Ja, zei ze, de kinderen en Todd snappen het allemaal. De professional niet, maar de rest wel. Wij zijn waarschijnlijk een heel, heel bijzonder kindje. Vertel jongens. Rita vindt het allemaal maar simpel. Professor nog steeds niet. De Pokémon die snappen wanneer iemand ontzettend veel liefde heeft voor Pokémon. En dan geven de Pokémon de liefde terug. Dat gaat verder dan laboratoriumgedoe. Oh, wat een vette foto trouwens. Zulke foto's wil ik maken. Ja. En dan hebben we hier de credits. Dit was nieuw Pokémon Snap voor de Nintendo Switch. Ah, wacht even. Ik vind nog niet dat ik klaar ben. Rita die zegt ook van, nou, dat was een mooi avontuurtje, hè? We hebben elke hoek van Lentil hebben we bezocht. De professor die heeft nog een nieuw idee. Oh, hij gaat nu baanscores toekennen. Dus hij gaat highscores optellen van alle foto's die je maakt in één run. En er was nog meer goed nieuws, zegt Rita. En dat is de burst mode. En vanaf nu kunnen we meerdere foto's tegelijkertijd maken als we de knop gewoon ingedrukt houden. Dat is wel echt handig. Rita heeft ook nog goed nieuws. Oh, we mogen nog naar het RIF. In the evening. Dus we hebben gewoon nu nog een nieuw gebiedje. Nou, dan gaan we daar nog even kijken. Want het zou zomaar kunnen dat we hier natuurlijk ook weer nieuwe Pokémon gaan vinden. En ik wil eigenlijk ook nog een video maken waarin we alle Legendary of Mythical Pokémon laten zien. Want Xerneas is niet de enige mythische Pokémon, jongens. Jeetje, wat gaan we hard trouwens. Alola Raichu is al daar. Dat zijn denk ik Svilio's of Inke. Wat gaan we hard, joh. Kijk hoe snel we hier gaan. Ik ben hier helemaal niet gewend dat we zo snel gaan, man. Hallo, Squirtle. Die is lekker aan het bellen blazen. Maar waar is nou die Gyarados, jongens? Waar is nou Gyarados? Hier, er is iets hier in deze whirlpool. Moeten we dan een appel precies in de midden gooien of zo? Want er gebeurt helemaal niks. Er gebeurt echt helemaal niks. Ik zie hier... Wat zie ik hier onder mij? Oh. Wow, er gebeurde nu wel iets. Volgens mij. Dat heb ik dan weer precies gemist natuurlijk. Kijk, daar is een nieuwe Pokémon. Primarina. Yo. Die is ook lekker aan het bellen, Blasie. Primarina, ik ben hier. Ja, mooi Pokémonnetje hoor. Oh, wow, 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 ga je weg? Rustig aan. Ik wou net een mooi fotootje van je maken, joh. Waar ga je heen? Primarina zwemt in het water. Geen probleem, ik zie je later. Hallo Mantine en Driftbloom. Ik moet elke keer dat liedje zingen gewoon. Ik kan er niks aan doen. Oké, we moeten even scannen. Dan gaan we waarschijnlijk een route maken. Een andere route. Zullen we dat doen? It looks like there's something in the blue hole. Oh, er is hier iets beneden. Mooi. Dat gaan we niet uitvinden wat het is, blijkbaar. Daar nog wat clampeltjes, marinietjes. De corsola's die zijn verdwenen hier van dit eiland. Die zijn lekker gaan slapen. Ik heb wel echt een heel mooi Primarinaatje fotootje gescoord. Mooi man, met die zonsondergang zo op de achtergrond. Hij is ook Illumina. Ik verwacht een diamond hoor. Dit moet wel een diamondje zijn, toch?
Net niet. Deze van Lapras, die dan weer wel. Ja, dat is ook wel een mooie foto, ja, inderdaad. En nu telt hij daar ook een course score bij op. Dus dat is de high score van de hele baan die ik heb gedaan. Vind ik niet zo heel interessant, maar ja, het is altijd leuk als je een nieuw record hebt gezet, toch? Anyway, dat is hem ongeveer wel. Ik denk dat we een nieuw Pokémon Snap hebben uitgespeeld. Laat het even weten als je nog meer video's wilt van nieuw Pokémon Snap en wat je dan wil zien. Bijvoorbeeld alle legendaries in één video of opdrachten. Abonneer sowieso even op dit kanaal voor iedere dag Nintendo video's en doe weer dat duimpje omhoog voor de support. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Waarschijnlijk Miitopia. Mazzel!